In deze video ga ik je de basis uitleggen van het montageprogramma DaVinci Resolve. Hoi, ik ben Grietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. Wil je daar nou nooit meer iets van missen? Abonneer je dan zeker eventjes op ons kanaal. Dat kan natuurlijk door op die mooie grote abonneerknop te drukken. En als je daar dan toch bent, druk dan meteen ook eventjes op het belletje. Want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. En in deze tutorial gaan we het dus hebben over DaVinci Resolve. DaVinci Resolve is een montageprogramma voor zowel Windows als Apple als Linux. Er is een betaalde versie en er is een gratis versie. En ik moet heel eerlijk zeggen, we gaan in deze tutorial in de gratis versie werken. Daar zit al zo ongelooflijk veel in. Ik heb er een aantal keer in gewerkt en nou ja, ik werk er niet standaard in, maar ik heb niks kunnen vinden wat ik wilde hebben, maar wat ik niet kon doen omdat ik niet de betaalde versie had. Dus wat er precies in de betaalde versie zit, dat weet ik niet, maar volgens mij zijn dat een aantal dingen die je echt alleen maar nodig hebt op het moment dat je, weet ik het, Hollywood films gaat maken of echt heel serieus met kleurbewerken bezig wil. Dus de gratis versie is eigenlijk al supergoed. Het is echt een heel erg goed montageprogramma. Het is een programma wat aanvankelijk gericht was op kleurbewerken. Dus kleurbewerken kan je er ook heel erg goed in doen. Ik ga dat in deze tutorial niet laten zien. Om twee redenen. Ten eerste omdat ik dus zelf niet standaard in DaVinci werk en niet een hele goede kleurbewerker ben. Dus ik ben gewoon bang dat ik het je niet goed genoeg kan laten zien. Ten tweede, DaVinci heeft zelf op de website een aantal tutorials staan, onder andere over kleurbewerken, waarin ze het je veel beter uit kunnen leggen dan ik dat kan. Het enige nadeel is dat dat in het Engels is. Nou ja, dat is als je niet zo fantastisch Engels spreekt, is dat misschien lastig. Mocht je zeggen, oké, Engels, dat red ik en ik wil echt meer weten over kleurbewerken, dan vind je hier beneden dus een linkje naar een artikel waar ook een link in staat naar alle tutorials van DaVinci zelf. Het programma heeft heel veel mogelijkheden en zeker als je echt beginner bent, kan het best wel een intimiderend programma zijn. Ik zou eigenlijk zeggen, laat je daar nou niet afschrikken, want ja, er zit wel een leercurve in. Maar als je een gratis programma zoals bijvoorbeeld Shotcut gebruikt, dat vinden wij ook niet per se iets wat je meteen snapt. Ook dat zal je moeten leren. En als je dan iets leert, zou ik zeggen, leer meteen een programma waar je echt weer een hele tijd mee vooruit kan. En DaVinci is gewoon een professioneel programma wat geüpdate wordt, waar goed over nagedacht is. Dus dat is best wel een programma waar je je tijd en energie in kan investeren. En bij DaVinci is het dus eigenlijk ook de kunst in eerste instantie om je niet te laten afleiden door alles wat er allemaal kan en al die schermpjes en knopjes en dingetjes, maar gewoon met mij mee te doen en gewoon te kijken wat heb ik nou eigenlijk echt nodig. Dat weet je dan op een gegeven moment te vinden en dan kan je weer gaan bedenken, nu wil ik een keer zo'n effect erop toevoegen of nu wil ik een keer iets op een andere manier knippen. En dan kan je daarnaar op zoek gaan. Dus laat je niet intimideren door al die schermpjes en al die knopjes. Zoals alle montageprogramma's is ook DaVinci wel een zwaar programma. Monteren is een van de zwaarste dingen voor je computer om te doen. Dus mochten dingen haperen of niet helemaal goed werken, dan kan dat er dus aan liggen dat je computer gewoon echt moeite heeft met het monteren. Ten slotte wil ik nog even zeggen dat ik hier alles in het Engels laat staan. Ik weet niet of je dit programma ook in het Nederlands kan zetten, maar Riske zegt dat ook in haar tutorial over Premiere. Het is gewoon heel fijn als je programma Engelstalig staat, dat je ook Engelstalige foutmeldingen krijgt. Of als je een keer iets niet weet, dat je het in het Engels kan opzoeken en dat alle stappen dan die er gemaakt worden, dat je die gewoon direct kan kopiëren in je eigen programma. Omdat er in het Nederlands gewoon echt heel weinig informatie beschikbaar is. En juist Engelstalig kan je gewoon heel veel vinden. Helpdesks vinden, antwoorden vinden. Dus daarom laat ik het programma in het Engels staan. Om te beginnen, het downloaden van DaVinci Resolve is heel erg simpel. Je gaat gewoon naar de website van DaVinci. Die heb ik dus gelinkt in een artikel dat je hier beneden kunt vinden. En dan scroll je een klein beetje omlaag. En dan zie je hier de knop Download Now. Daar klik je op. Ja, dat doet hij. En dan krijg je hier verschillende opties. Je ziet aan deze kant gewoon DaVinci Resolve en hier zie je Studio. Studio is de betaalde versie, DaVinci Resolve is de gratis versie. En je ziet hier ook nog een DaVinci Resolve 17 in beta. Ik moet zeggen dat ik dingen in beta niet download, omdat ik dan denk, oh ja, ga eerst nog maar even de kinderziektes eruit halen, want dan is het dus nog in ontwikkeling. Maar dat ik in dit geval dus DaVinci Resolve 16 heb gedownload. Je klikt hieronder, ja, het spreekt echt voor zich. Je klikt hieronder gewoon op of je een Mac, een Windows of een Linux computer hebt. Dan ga je downloaden en ze willen wat informatie van je hebben. Dus ze willen weten hoe je heet, waar je woont, wat persoonlijke info. Dus dat vul je in. Eigenlijk spreekt dat hele proces verder dus gewoon voor zich. Mocht je nu toch op een gegeven moment er tegenaan lopen dat je moet betalen, dan weet je dat je verkeerd zit, dat je even terug moet naar dit scherm en dat je even de andere optie moet aanklikken.
Als je DaVinci hebt gedownload, dan kun je vervolgens het programma gaan openen. Bij mij staat hier onder in beeld. Ik kan erop klikken. We komen dus nu, zoals je ziet, in een beginscherm. Je ziet hier één project waar we eerder alles aan gewerkt hebben in DaVinci. Wat goed is om hierbij te zeggen trouwens, dit project komt uit een eerdere versie van DaVinci. Dus op het moment dat DaVinci met een nieuwe update komt, je gaat bijvoorbeeld van DaVinci 15 naar DaVinci 16 en je delete het oude programma, dan onthoudt hij wel de oude projecten waar je mee gewerkt hebt. Ik merkte ook dat ik na de update nog steeds alles had, alle presets had en zo die ik zelf had ingesteld in het programma. Dus ook als je het vorige programma weggooit, onthoudt hij nog steeds je projecten en je settings. Dus dat is heel goed om te weten. In ieder geval, we gaan nu om te beginnen maar eens een nieuw project aanmaken. Dat kan je op verschillende manieren doen. Ik ga dat gewoon eventjes doen door hieronder op nieuw project te klikken. Dan zegt hij meteen hoe wil je dat je project heet. Kan ik nu even zeggen Amerika voor de videomakers. Dan klik ik op create. En dan zie je dat je hier meteen in een beginscherm komt. Voordat we ook maar iets gaan doen in DaVinci, ga ik eerst even controleren of de autosave aanstaat. Ik herinner me namelijk dat dat een tijd lang niet zo was, dat die automatisch alles opsloeg terwijl je aan het werken was. Dat je dat echt de hele tijd handmatig moest doen. En montageprogramma's crashen nog wel eens. En op het moment dat je programma crasht en het is niet opgeslagen, dan ben je gewoon heel veel werk kwijt. En dat is echt super frustrerend. Dus ik weet niet of ze dit nu hebben aangepast. En toch zou ik je aanraden om dit als eerste even te gaan controleren. Hoe doe je dat? Je klikt hierbovenin op DaVinci Resolve. Dan klik je op Preferences. En dan zie je bij User, dus je zit eerst in systeem, je gaat hier bovenin naar User. Dan zie je hier aan de zijkant Project Save and Load. En dan zie ik inderdaad dat hier de autosave nog niet aanstaat. Dus dat gaan we meteen eventjes doen. Live Save betekent dat hij hem heel vaak opslaat, dus zeg om de 10 seconden of zo. Wat ik heel erg veel vind. Ik ga in dit geval zeggen, doe maar Project Backups. Nou vind ik om de 10 minuten vind ik net wat lang, dus ik zou zeggen om de 5 minuten. En de rest laat ik gewoon zo staan. De Project Backup Location, die laat ik ook gewoon staan waar die nu is. En dan druk ik op Save. Mocht je nou ooit een backup terug willen vinden, dan kan je gewoon op het moment dat je het programma opent en je komt bij het beginscherm zoals we hem net ook hadden, met de rechtermuisknop op je project klikken en dan ga je hier beneden naar Project Backups. En dan vind je dus als het goed is al je backups terug. Dus mocht je een keer crashen, dan ben je heel blij met een backup. Dan zitten we in DaVinci en wil ik eerst eventjes de verschillende schermen die je hebt, de verschillende werkmodussen aan je laten zien. Want je ziet hier onderin, zie je verschillende knoppen staan en dat zijn dus eigenlijk verschillende modussen waarin je DaVinci kan zetten. Dus hier aan het begin zie je bijvoorbeeld media. Dan wel eventjes op klikken. Hier gaan we straks onze media, dus de videoclips die je gemaakt hebt, die gaan we hierin importeren. Dan heb je de cut-modus, waar we dus net eigenlijk het programma binnenkwamen. Die is nieuw en ik moet zeggen, ik heb er een beetje onderzoek naar gedaan. Ik had zelf nog niet dat ik dacht, oh ja, dit moet ik echt gaan gebruiken. Dus in deze tutorial slaan we die eventjes over. Dan hebben we de edit-modus. Die vind je hier. Daar gaan we zo meteen echt de montage maken. Dan heb je hier nog de Fusion Mode. Die gebruik ik nooit. Ik kan er eventjes op klikken. Maar wat die precies doet, weet ik eerlijk gezegd niet. Hier hebben we de Color Mode. Dus dat is het kleurbewerken. Daar gaan we eventjes heel kort naar kijken. Hier heb je Fairlight. Dat is een plek waar je de audio kan aanpassen. Ik moet zeggen dat wat ik ga doen aan de audio, gaan we eigenlijk gewoon doen in het edit gedeelte. En dan uiteindelijk heb je hier, wat ik heel erg leuk vind, dat een raketje die zo woep, wordt afgevuurd en dat heet Deliver. Dat is op het moment dat alles klaar is, kun je hier alles goed zetten om uiteindelijk je video uit het programma te exporteren. Maar we gaan dus eigenlijk beginnen helemaal aan deze kant bij het begin. Je zou kunnen zeggen dat je er van links naar rechts doorheen kan gaan. We gaan beginnen bij het importeren van je media. Hier bovenin zie je eigenlijk je computer. Dus je kunt hier zoeken naar de plek waar je bestanden hebt staan om ze in dit programma te zetten. Dus je zou bijvoorbeeld in dit geval onder Macintosh HD naar Users kunnen gaan. Riske de Vries, dat is dus niet mijn computer. En dan naar Desktop en dan zie je hier America Shots. En dan klik ik twee keer op en dan zie ik ze hier bovenin staan. Op het moment dat ze in dit venster staan, waar ze nu staan, dan zitten ze nog niet in je programma.
Als je dat wil bereiken, dan moet je ze hier naar beneden slepen. En hij vraagt nu iets. Op het moment dat je iets in het programma zet, dan zegt hij, hey, die clips have a different frame rate than the current project settings. Wil je dat we je tijdlijn frame rate en videoformat aanpassen? Wat hij hiermee bedoelt is, DaVinci heeft al een tijdlijn voor je aangemaakt waarin je straks gaat werken. En daarbij heeft hij een aanname gedaan van de frame rate. Dus of je 25 of 30 frames per seconde hebt gefilmd en hoe groot de video's zijn. Of je bijvoorbeeld 4K of Full HD hebt gefilmd. En hij zegt, het clipje wat je er nu in hebt gezet heeft andere settings dan wat ik voor je had aangemaakt. Wil je dat wat ik voor je heb aangemaakt aanpassen aan wat je er nu inzet? Op het moment dat jij allemaal clips hebt gemaakt, gewoon met dezelfde settings, dan zou ik zeggen, prima. Zeg maar gewoon tegen DaVinci, is goed, pas het maar aan. En als er nou toch nog problemen zijn later, dan kun je dit zelf ook nog wel aanpassen wat de settings zouden moeten zijn. Maar in dit geval zeg ik, change, is goed. En dan zie je dat dit clipje hier beneden verschenen is. En op dit moment zit het clipje dus in je programma. En wat bedoel ik met in je programma? Het programma weet nu waar deze clip staat op jouw computer. Het is dus niet zo dat je filmbestanden in DaVinci zet en dat DaVinci het zelf ook opslaat. DaVinci weet alleen waar ze zijn op je computer. Wat je dus absoluut nooit moet doen, is het kaartje van je camera in de computer doen. Ze dan hier alleen maar in DaVinci slepen en het niet nog ergens op je computer opslaan. En dan het kaartje er weer uithalen en denken dat je beelden in het programma staan, want zo werkt het niet. Zorg dus altijd voor dat je je bestanden eerst op de computer zet en ze dan pas hier in het programma zet. Een tweede manier om bestanden te importeren is door ze er gewoon in te slepen. Dat is eigenlijk het allermakkelijkst. Dus dan open ik gewoon de map waar alles in staat. Ik zal even de overige shots pakken die ik nog niet had geïmporteerd. En dan zie je hier, zodra ik hier kom, zie je een groen plusje verschijnen. Dan laat ik het los. En dan zegt hij, oké, ik weet waar het staat. En dat is goed. Dus, tot zover het importeren van de mediabestanden. Vervolgens gaan we dus naar de edit-modus om ons materiaal te monteren. Ik klik hier beneden op edit en dan zie je dat er een nieuw scherm verschijnt. Wat zien we hier nu eigenlijk? We zien hier bovenin zien we alle media. Mocht je die niet zien, dan moet je dus hier bovenin eventjes op mediapool klikken. En op het moment dat je op mediapool klikt, dan zie je bovenin al je clips verschijnen. Je kunt nog kiezen hoe je wilt dat ze eruit zien. Ik vind het altijd wel prettig als ze gewoon een plaatje hebben aan de voorkant, zodat ik kan zien welk shot het is. Risk vindt dat juist weer helemaal niet prettig. Die heeft veel liever dat ze gewoon de clipnummers ziet, omdat ze dan op die manier makkelijker kan monteren. Maar dat kan je dus omzetten door hierboven op deze verschillende icoontjes te klikken. Ik laat ze nu eventjes zo staan, want dat vind ik wel fijn. En je kan hier nog, als je dat zou willen, de volgorde aanpassen. Dus soms maakt hij er een beetje een rommeltje van, zet hij alles door elkaar en dan kan je hier weer zeggen, oh ja, doe het maar op file name, zodat alles in de volgorde staat waarop je het gefilmd hebt. Of in elk geval hoe de nummers van de files doorlopen. Dan, op het moment dat je hier over een shot heen gaat of dubbel op een shot klikt, dan zie je het shot, ik zal even het geluid uitzetten, zie je in het schermpje daarnaast, dus hier zie je dat verschijnen. Dus dit is eigenlijk een preview venster voor wat er hier gebeurt. Dan zie je hier nog een venster. Dat is een venster wat laat zien wat er hier beneden gebeurt, want hieronder is je tijdlijn. En op het moment dat we het eerste shot daarin slepen, dan zul je ook zien dat er het een en ander verandert. Ik pak gewoon eventjes één shot en die zet ik er hier beneden in. En dan zie je dus dat wat er hier beneden gebeurt, als ik hier door de clip heen scroll, dan zie je hier dus dat dit venster daarbij hoort. Een aantal dingen die verder nog goed zijn om te weten over je tijdlijn is dat je ziet nu dat we de eerste clip hebben geïmporteerd. Hier, dit blauwe, dat is je videospoor en dit groene is je audiospoor. Als je hier aan de zijkant kijkt, dan zie je nog een lijntje wat je omhoog en omlaag kan trekken, zodat je de sporen wat dikker kan maken, zodat je wat beter ziet wat je doet. En wat je misschien wil, is dat je hier bij het videospoor niet alleen maar ziet dat het blauw is, maar dat je ook een plaatje ziet over welke clip het dan eigenlijk is. Dat kan je doen door hier
links bovenin op Timeline View Options te klikken. En dan heb je verschillende opties. En dan zie je als ik bijvoorbeeld hierop klik, deze eerste, dat hier het videomateriaal verschenen is. Dus dat je ziet dat deze clip gaat over mij in een mooi landschap ergens in Amerika. Dan zie je nog een aantal knopjes hier aan de zijkant staan. Je ziet hier bijvoorbeeld een klein, hoe heet dat, hangslotje. Op het moment dat dit hangslotje open staat, dan kan je gewoon werken met de clip. Dus op het moment dat je ergens in knipt, dan zal je zien dat hij die knip ook maakt. Als je iets verschuift, dan verschuift hij het. Op het moment dat je dit hangslotje aanzet, dan zie je dat dit helemaal grijs wordt. Wat eigenlijk betekent dat hij het op slot heeft gezet. Dus die laag kan je dan niet veranderen. Dus op het moment dat ik deze clip pak, dan wil hij dit wel verschuiven. Dus hij wil de video wel verschuiven, maar hij schuift de audio niet mee, want de audio zit gelokt. Op het moment dat ik dit weer aanzet, dan verschuift hij ze gewoon samen. Wanneer is dat nou handig? Het is bijvoorbeeld handig op het moment dat je ergens een muziekje onder wilt zetten en je denkt, oh ja, ik moet toch nog een beetje rommelen in de shots die boven dat muziekje staan, maar je wil niet dat dat muziekje mee verplaatst of dat je daar per ongeluk in knipt. Dan kan je zeggen, ik zet dat op een los spoor. Ik zet dat spoor eventjes vast, zodat dat muziekje vast komt te staan. Ik rommel een beetje met de rest en dan kan ik hem daarna weer aanzetten. En dan staat hij goed. Verder zie je hier S en M. S staat, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, voor solo en M voor mute. Solo betekent van alle audiosporen hoor je alleen dit audiospoor. En mute betekent juist het tegenovergestelde, namelijk zet hem op mute. Dus zorg dat alles wat in dit spoor zit niet te horen is. Ik vertel je dit ook omdat het nog wel eens kan gebeuren dat je per ongeluk op een knopje drukt en dat je denkt, ik hoor opeens niks meer, wat is er aan de hand? Dan zou het dus kunnen zijn dat je per ongeluk op een van deze knopjes hebt geklikt. Wat handig is om te weten is hoe je moet in- en uitzoomen op je tijdlijn. En als je niet vaak monteert, dan klinkt dat misschien als iets wat een beetje suffig is of zo. Maar het is echt iets wat heel erg handig is. Want je wil gewoon de hele tijd inzoomen als je iets heel precies wil doen. En dan weer uitzoomen als je het hele geheel wilt zien. En DaVinci heeft een aantal soort van ingebouwde zoomopties. Die zie je hier. Dat is full extent zoom. Dus dan zie je eigenlijk alles wat je op je tijdlijn hebt. In dit geval één shot. Maar dan vult hij dan gewoon je hele tijdlijn mee. Je hebt hier detail zoom. Nou, je ziet het in dit geval misschien niet heel goed, maar hij zit er nu, zit hij er nog veel dichter op. Ik wil even uitzoomen. Kijk. Als je detail zoom doet, dan gaat hij echt heel erg diep erin. En de laatste is custom zoom. En in dit geval betekent dat dan dat hij hem helemaal klein in de hoek weergeeft. Dus dat je echt goed overzicht hebt over het hele geheel. En hiernaast heb je dan nog een balkje. Als je die kleiner of groter maakt, dus meer naar de plus of meer naar de min doet, dan zie je ook dat het shot op de tijdlijn groter of kleiner wordt weergegeven. Dus dat je meer of minder inzoomt of uitzoomt. Verder zie je hier bovenin verschillende modussen waar je mee kunt werken. Ik ga die straks eventjes nog wat beter laten zien. In elk geval deze hier in het begin. Wat ik je nu wel alvast eventjes ga vertellen is dat je hier een magneetje hebt. En wat dat magneetje doet, kan ik je het beste laten zien als ik nog een shot toevoeg aan de tijdlijn. Kijk, wat je nu ziet, op het moment dat ik een tweede shot op de tijdlijn zet en ik beweeg hem richting de eerste, dan wordt hij er op een gegeven moment, als hij dichtbij komt, wordt hij er zo naartoe gezogen. Dus wat dat magneetje doet, is eigenlijk twee clips zo aan elkaar vastzetten. En het voordeel daarvan is dat als je twee clips op de tijdlijn zet en je schuift ze naar elkaar toe, maar je schuift ze net niet helemaal op elkaar, dan zou je een gat ertussen hebben. En dat magneetje zorgt er dus eigenlijk voor dat dat eigenlijk niet kan gebeuren. Dat je gewoon altijd dat hebt, dat klapje. En logischerwijs, als ik hem dus uitzet, dan heb je dat niet. Dus dan zie je dat hij niet snapt eigenlijk. Dat je hem gewoon los van elkaar, tegen elkaar aan en over elkaar heen kan bewegen. Ik laat hem meestal aanstaan, tenzij ik het heel preciezigs wil doen, dan zet ik hem soms eventjes uit. Dan, wil je shots misschien korter gebruiken dan dat je ze geschoten hebt? Of, nou, ik zeg misschien, waarschijnlijk wil je je shots korter gebruiken dan je ze geschoten hebt. Je kan op verschillende manieren shots inkorten. Om te beginnen, ik ga deze eventjes van de tijdlijn afhalen. Om te beginnen kan je dat hier bovenin doen. Je kan namelijk gewoon een selectie maken van het deel van het shot wat je wil op je tijdlijn wil zetten. En dus alleen dat gedeelte van het shot en de audio op je tijdlijn zetten. Bijvoorbeeld, ik heb hier een shot waarbij Riske heel mooi naar de Horseshoe Bend toe loopt.
Supermooi shot. Nou ja, dat mag ik misschien niet zeggen. Ik heb het shot zelf gemaakt. Maar het was in elk geval een mooi moment. Laat ik het zo zeggen. Ja. Stel dat ik zeg van oké, ik wil het vanaf dat Riske hier zo achter de rots vandaan komt. Dus dan vind ik dit wel een mooi moment. Dan kan je zeggen, ik druk nu op I. Gewoon de I. Ik zal dus alle shortcodes, zeg maar, zal ik eventjes hier beneden zetten. Je drukt op de I, dan zet hij een inpunt. Dus dan zegt hij, oké, vanaf dit punt wil je het selecteren. En dan kijk je tot hoe ver je hem wil hebben. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou in dit geval wil ik hem, het is een vrij lang shot, totdat Riske hier bovenop stilstaat, bijna het einde. Dan druk ik daar op O. En O is eigenlijk het out point. Dus je ziet hier onderin ook, dit is het inpunt en hieronder zit het out point. Op het moment dat ik dan hier klik en ik sleep dit naar beneden, dus ik blijf hem ingedrukt houden en ik sleep hem naar beneden, dan pakt hij alleen dat gedeelte van de clip wat ik net heb geselecteerd. Je kunt er ook nog voor kiezen om alleen de video op je tijdlijn te zetten. Dan klik je hier op dit symbooltje. Dan krijg je alleen de video. Je kan ook zeggen, ik wil graag alleen de audio. Dan druk je hier op de audio en dan krijg je alleen de audio. In dit geval wil ik het graag allebei. Dus dit is prima. Een andere manier om een shot in te korten. Ik heb hier een shot waarbij ik bij de Grand Canyon sta. Ik zal hem eventjes in zijn geheel naar beneden slepen. Dat kan je dus vanuit hier doen. Je kan dat ook hier gewoon vanuit de mediapool doen. Sleep je hem naar beneden. Nu heeft hij gewoon het hele shot op de tijdlijn gezet. En dan kunnen we gaan werken met de toeltjes die hierboven staan. Dus je hebt hier een toeltje. Dat is de Blade Edit Mode. Dus dat is zo'n klein scheermesje. Op het moment dat je daarop klikt, dan zie je dat op het moment dat je over een shot heen gaat, dat je muis verandert in een scheermesje. En ook daar zit een soort van magneeteffect in. Want zodra je bij de rode lijn komt, snapt die naar de rode lijn toe. Dus je kan nu door deze clip heen gaan. En dan kan je denken, nou, ik wil hem bijvoorbeeld wel vanaf hier. Dan ga je op het shot staan. Je klikt en dan zie je het nu niet heel goed. Maar op het moment dat ik hier de rode lijn weghaal, dan zie je dat er een stippellijntje is ontstaan. Dus dat ik daar eigenlijk een knipje heb gemaakt. Op het moment dat je zegt, ik wil dit eerste stuk weggooien, dan moet je weer naar je andere tool, namelijk gewoon naar je muistool. Je klikt hierop en je klikt op backspace of op delete. Dan haalt hij dit weg. Dan kan je dit shot weer oppakken en tegen dit shot aanzetten. Wat ik hier nog even bij moet zeggen is dat dit programma non-destructive is. We hebben het er net al over gehad. Als je video's erin zet, zitten ze er niet echt in. Het programma weet alleen maar waar ze staan. Zo is het ook zo dat op het moment dat je hier knipt, dus je zegt ik heb het begin van het shot eraf geknipt en het eind van het shot eraf geknipt, dat gebeurt niet met het bronmateriaal. Dat gebeurt alleen maar in het programma zelf. Dus het bronmateriaal verandert eigenlijk nooit. Dus je kan hier knippen wat je wil, je kan dingen weggooien, je kan shots ook weer helemaal uit het programma gooien. Er gebeurt nooit iets met de shots die gewoon op jouw computer of op je harde schijf staan. Nu kun je denken, wat een gedoe, want je moet dan eerst naar de Blade tool, die moet je aanklikken, dan moet je snijden, dan moet je terug naar die andere tool. Hoe meer je met dit soort programma's gaat werken, hoe meer je misschien ook behoefte hebt aan sneltoetsen. Ik gebruik in elk geval zelf vaak graag veel sneltoetsen. En in dit geval zijn er verschillende sneltoetsen die je zou kunnen gebruiken. Op het moment dat je hier op de Blade tool gaat staan, dan zie je dat de B ervoor zorgt dat je naar de Blade tool gaat. Dus op het moment dat je hier bent en je drukt gewoon op de B, dan zie je dat je dat scheermesje krijgt. En dan is terug naar deze is A. Dus B, A, B, A. Maar wat je ook nog kan doen is zonder die Blade tool gewoon meteen knippen. En dat is in dit geval Command B. Ik weet niet hoe het op een Windows is, maar op een MacBook is het Command B. En dan knipt hij hem dus bij waar de rode lijn staat. En dan zie je dus dat er hieronder een kniplijn is ontstaan en dat ik dit gewoon meteen kan weggooien. Je kunt je sneltoetsen ook nog aanpassen. Dat kan door hierbovenin naar DaVinci Resolve te gaan en dan Keyboard Customization. En dan kan je dus hier kijken wat is. En je kan kijken, oké, als ik wil dat het onder een andere toets zit, onder welke toets doe ik het dan? Op het moment dat je hier dus klikt op de B,
dan zie je hier onderin dat de B Blade Edit Mode is. We hebben nu twee video's achter elkaar geplakt. Wat je ook nog kan doen is een extra videolaag aanmaken door dus nog meer video's op elkaar te stapelen of door audio onder elkaar te zetten. Dat is bijvoorbeeld heel handig op het moment dat iemand iets aan het vertellen is en je wil daar wat sfeerbeelden bij laten zien. Dan kan je die vertelling gewoon op één spoor laten staan, bijvoorbeeld een interview. En dan kan je daarboven kan je de sfeerbeelden zetten. Hoe doe je dat? Stel dat ik hier sfeerbeeld bij zou willen laten zien. Dan kan ik hier weer kijken, waar is mijn I? Oh ja, we doen hem even tot hier. En waar is mijn O? En dan pak ik, in dit geval heb ik de audio niet nodig, pak ik alleen maar het beeld. En die sleep ik er gewoon bovenop. En dan zie je dat hij hier een tweede videolaag heeft aangemaakt. Dus zo simpel is het om een extra spoor aan te maken. Laten we zeggen dat deze video nu af is. Het is echt een meesterwerk geworden. En dat je aan het einde bijvoorbeeld een logo of een foto of iets in beeld wil brengen. Hoe doe je dat? In principe kan je foto's net zoals video's gewoon in het programma slepen. Je kan hier weer gewoon naar media gaan en dan kan je hier aan de zijkant zoeken waar je logo of je foto staat. Je kan hem er ook gewoon inslepen. Ik ga dat in dit geval eventjes doen. Je ziet nu dat het logo in dit geval hier in de mediapool verschenen is. En dan kan ik hem hier vandaan pakken en gewoon op de tijdlijn zetten. Er zit geen audio bij, maar dat is logisch, want het is een plaatje. Je ziet ook trouwens dat hij vierkant is, dus dat hij nu wat zwart op de achtergrond heeft. Als je plaatje niet hetzelfde formaat heeft als je video, dus in dit geval 1920x1080, dan krijg je zwart op de achtergrond. En als je dat niet wil, dan moet je er dus of voor zorgen, wat ik meestal doe, dat het logo gewoon op een witte achtergrond zit die hetzelfde formaat heeft als je video's. Of je zou een witte achtergrond moeten maken in DaVinci. Ik durf er bijna wel vergif op in te nemen dat dat kan. Maar ja, dat kan zeker. Alleen, ik ga het je nu in deze tutorial eventjes niet laten zien. Dus voor nu zeggen we gewoon, prachtig dat plaatje zo, vierkant en wit met die zwarte achtergrond. We laten hem gewoon eventjes zo. Wat ik je nu ook nog wil laten zien, want hij heeft nu een bepaalde lengte gekregen. Je kunt hem ook nog langer maken of korter maken. Dus je kunt hier aan de zijkant gaan staan en dan kun je hem gewoon langer trekken. En je kunt hem ook korter trekken. Je kunt hem ook langer trekken naar de andere kant. En dan zie je dus dat je tegelijkertijd de clip die daarvoor zit, korter maakt. Dus je maakt deze korter en je maakt die andere langer. Je kan ook deze clip korter maken en dit aansluiten. Dus ook dit schuiven met die clips door op de rand te gaan staan, is ook een manier om je clips uiteindelijk weer langer en korter te maken. Ik gebruik dat zelf niet heel vaak, omdat ik het wat minder precies vind. Want je kan dan niet goed zien waar je zit. Terwijl als je er doorheen speelt en je stopt en je maakt daar een knipje, dan weet je heel precies waar je geknipt hebt. Maar als je dit prettig vindt, gebruik het zeker. Het is goed om hier trouwens nog even bij te zeggen dat een foto in principe hetzelfde werkt als een logo of ieder ander plaatje. Gewoon stilstaand beeld werkt op deze manier. Dan wil je misschien een overgang tussen het laatste shot en dat logo. Dat het niet zo plop in beeld komt, maar dat er bijvoorbeeld een mooie fade in zit. Ook dat kan. Dat kan hierboven door naar Effects Library te gaan. En daar heb je allerlei verschillende overgangen en effecten die je kan gebruiken in je video. Je ziet er al een aantal. Volgens mij is wat die rood weergeeft is een soort van wat vaak gebruikt wordt, maar dat weet ik niet zeker. In elk geval valt mij op dat de dingen die hij met een rood dingetje aangeeft, dat degene zijn die ik het vaakst gebruik. Maar nou ja, misschien ook niet. In elk geval, hier heb je Cross Dissolve. En Cross Dissolve zegt eigenlijk in je beeld, zorg ik ervoor dat het ene beeld langzaam mooi overvloeit in het andere. Dus op het moment dat ik dat erheen sleep, dan zie je ook dat ik die hier zo op de overgang kan zetten. En als hij er dan in staat, dan kan je er ietsje voor gaan staan met je cursor. En dan kan je hem afspelen. En dan denk je nu, nou, dat zag er nog niet heel mooi uit, want het haperde een beetje. Klopt. En dit is dus typisch iets wat dit programma in dit geval gewoon lastig vindt. Dat hij denkt, ho, ik moet nu twee dingen in elkaar laten overvloeien en dan wordt het een beetje schokkerig. Op het moment dat je dit exporteert, dan heb je daar geen last meer van. Dan wordt het gewoon een hele mooie, vloeiende overgang. Dan wil je misschien nog wat muziek toevoegen aan je video. Ook dat kan en dat kan weer op exact dezelfde manier als waarop we ook het plaatje en de video's hebben toegevoegd. Je kan het gewoon hier beneden in de media modus aan de zijkant in je computer opzoeken en
hier naar beneden slepen. Of je kan het gewoon opzoeken en erin zetten. Je ziet ze hier weer verschijnen bovenin. Nou, gaan we eens even luisteren naar een van deze muziekjes. Dit ziet er wel gezellig uit. Wat een angelic muziekje. Romantisch, hè? Heel romantisch. Het botst misschien een beetje met de beelden die we hebben, maar... Oh wel. Ja, sorry. Het is prima. We slepen hem er lekker in. In dit geval sleep ik hem er gewoon eventjes in zijn geheel in. Dan zie je dus dat hij veel langer is dan het scherm. En als ik hem nu hier aan het begin afspeel... Het wordt meteen een heel ander soort video erop. Het wordt een heel ander soort video, ja. Dat is wel grappig. Nou ja, muziek doet heel veel voor je video. We hebben trouwens vaker video's gemaakt over muziek. Die zullen we ook eventjes hier beneden linken. In dit geval vallen mij verschillende dingen op. Namelijk, ik heb nu geen gesproken tekst. Op het moment dat je gesproken tekst hebt, moet je dat even heel goed levelen met de muziek. Maar ik heb hier wel een shot met heel veel wind. En die wind die voegt me nou toch niet echt iets toe. Dus in dit geval denk ik, deze wind mag wel weg. Je kan bij een shot, ook als je dus video met audio hebt geïmporteerd en niet alleen een video hebt geïmporteerd, kan je later altijd de audio nog weggooien of zachter zetten. Op het moment dat je geluid helemaal zacht wil zetten of zachter wilt zetten, dan kan je dat doen door even in te zoomen. Juist knopje klikken. En dan zie je hier, je ziet het niet heel goed, maar je ziet hier een witte lijn lopen. Dat is de lijn die bepaalt of de audio heel hard of heel zacht is. Op het moment dat ik die naar beneden trek, dan zie je ook dat de waveform, dat die helemaal verdwijnt. En deze waveform, dat is eigenlijk het geluid wat je hoort. Dus op het moment hier in de muziek zie ik dat hier de muziek eigenlijk pas echt begint, want daar komt de waveform omhoog. En als ik hem afspeel, dan hoor je ook dat hij daar begint. Dus dat is hartstikke leuk. En je hoort nu ook dat de wind weg is, want ik heb de wind helemaal zachtjes gezet. Als je nou de audio gewoon helemaal wilt weggooien, ook dat kan, dan moet je hierboven eventjes dit linktekentje, zeg maar, even aanklikken, zodat hij uitgaat. En dan zijn al je shots ineens niet meer aan elkaar gelinkt. Normaal linkt hij de audio en de video aan elkaar. Nu is dat allemaal los. Pas dus op. Want als je nu gaat schuiven en dingen raken elkaar kwijt, dan wordt het een zootje. Maar als ik alleen maar eventjes dit weg wil gooien, dus ik klik erop en ik klik op delete, dan kan dat. En dan zet ik daarna meteen wel weer de linked sectie aan. Want wat ik zei, anders wordt het een zootje. Ik heb je net dus laten zien hoe je het geluid zachter kan zetten. Dat kan je dus ook doen met de muziek. Dus ik kan er hier ook voor zorgen met deze lijn dat de muziek harder en zachter wordt. Ja, hoe hard of hoe zacht moet die nu? Dat is natuurlijk een goede vraag. Want als jij de luidspreker van je computer heel erg hard zet, dan lijkt het natuurlijk ook alsof de muziek heel erg hard is. Maar in principe wil je dat hij hier aan de zijkant, als hij uitslaat, dat hij ongeveer rond de min 6 uitkomt. Dus als ik dit nu ga afspelen... dan lijkt me dit eigenlijk helemaal niet gek. Hij zit er een aantal keer onder, hij zit er een aantal keer boven. Ik moet zeggen, deze wordt al wel vrij snel rood. Hij zit helemaal bovenin, zeg maar zo rond die min 5 begint hij al rood te worden. Waardoor je denkt, oeh, dat is dan misschien te hard. Ja, in Premiere mix ik het altijd af op min 6. Ik neem aan dat het in DaVinci ook zo werkt. Wat je dan nog kan doen is, we gaan hier eventjes helemaal naar het begin. Op het moment dat ik met mijn muis over het geluid ga, dan zie je hier, als je goed kijkt... bovenin zie je een klein wit puntje verschijnen. Op het moment dat je die naar het midden trekt, dan maak je eigenlijk gewoon een fade in. Ik kan hem wel even iets langer maken om te kijken of je me goed kan horen. Dus dan komt de audio er zo langzaam in. En dan zie je hier ook nog een bolletje. Die kan je nog omhoog en omlaag slepen. Moet hij wel doen, kom maar erheen. En dan zie je dus dat je hier een soort van fade krijgt die in het begin wat sneller gaat. En hier een fade krijgt die zo erin komt. Even luisteren of je het kan horen. Nou, dat verschil hoor je wel, want net kwam hij er heel hard in en nu komt hij er veel subtieler in. Dus ja, dit is maar net wat je wil en wat je mooi vindt. Nou kan het ook nog zijn dat je muziek bijvoorbeeld halverwege eventjes wat zachter wil laten gaan. Dat je bijvoorbeeld een aantal shots had waarbij er alleen muziek was, dat de muziek wat harder is en dat er dan een shot komt waarin iemand praat. Dus dat je wilt dat de muziek wel doorloopt, maar dat die eventjes wat omlaag gaat, zodat je diegene goed kan verstaan. Je kan dat doen onder andere door keyframes te plaatsen in de audio.
om dat te doen ga ik heel eventjes inzoomen. Eventjes wat dichterop. En dan gaan we naar die kant. Stel dat ik dit stukje hier wat zachter wil hebben, omdat er daar iemand praat. Dan kun je door hier op die lijn te gaan staan, dan zie je weer die pijltjes verschijnen. En niet gewoon te klikken, maar in het geval van een Mac Option klik. Of in het geval van een Windows Alt klik te doen. En dan maakt hij een bolletje. Dan ga ik nog eens een paar van die bolletjes maken. En dan kun je dus, als je weer gewoon klikt op zo'n bolletje, kun je zo'n bolletje omlaag of omhoog slepen. En in dit geval sleep ik ze omlaag en dan ga je dus horen dat daar de muziek even wat zachter gaat. Oep. Even zo. Nou, dat is wel een heel duidelijk verschil, toch? Hij ging er echt eventjes naar beneden. Dit is een manier om het te doen. Er is nog een handigere manier om dat te doen. Die zit ook in onze première video. Dus als je dit nou wil doen, maar dan net iets slimmer, kijk dan eventjes hier beneden. Daar zet ik een linkje naar de tijdcode waarin Riske je dit op een nog handigere manier uitlegt. De volgende stap die we gaan doen is kleur bewerken. Dan ga ik hieronder naar de modus Color. En op het moment dat je daarop klikt, dan zie je dat we ineens in totaal iets anders terechtkomen. Je hele tijdlijn is verdwenen. Je ziet hier nog wel de shots die je net had, maar dan niet meer lang of kort. Of ze lang of kort waren. Ze zijn nu allemaal even lang geworden. Want nu gaat het niet meer over, is iets er een seconde of 10 seconden of een minuut. Maar ja, hoe ziet het shot eruit en welke kleur moet het hebben? Ik zei al, echt kleur bewerken in DaVinci is een kunst. Een kunst die ik helaas niet beheers. Maar ik kan je wel... Oh, ja, nee, dat moet ik er even bij zeggen. Als je meer wil weten over de basis van kleurbewerken, Riske heeft een keer een video gemaakt over kleurbewerken. Riske laat het daar zien in première, maar in principe wat zij daar laat zien, die basisregels, die gelden ook voor dit programma. Want die gelden gewoon voor kleurbewerken in het algemeen. Ik ga je een aantal dingen laten zien in dit programma die je zeker wil weten. Nou ja, eigenlijk ga ik je één ding laten zien, namelijk hier de color wheels. En dan hier aan de zijkant hebben we nu keyframes. Ja, ik ga hem hier eventjes op scopes zetten. Want dan lijkt hij het meest op de video zoals, zoals Riske het laat zien in haar video. Zo moet ik het zeggen, daar lijkt het nu het meest op. En je kan hier een aantal dingen op een vrij simpele manier aanpassen. Je kan bijvoorbeeld hier onderin het contrast aanpassen. Dus je kan hem naar rechts slepen. Dan zie je dus dat het contrast groter wordt. En als ik hem ingedrukt hou en ik scroll de andere kant op, dus naar links, dan zie je dat het contrast veel minder wordt. Hier kan je ook spelen met de saturation. Dus als je denkt, nou, over het algemeen mag er nog wel iets meer kleur in, dan kan je het hier omhoog schuiven of omlaag schuiven. En hier, bij deze gekleurde cirkels, kun je nog dingen specifiek aanpassen voor bijvoorbeeld de donkere delen of de lichtere delen. Dus ik kan bijvoorbeeld door hier aan te draaien, kan ik de donkere delen nog donkerder maken. Dus je ziet dan ook aan de zijkant in die grafiek, zie je ook dat alles wat aan de onderkant zit, wat die donkere delen zijn, die zie je omlaag komen. En ik kan hier bijvoorbeeld bij gain ook zeggen, oh, ik wil juist alles wat lichter is, wil ik nog lichter maken. Nou ja, en gamma, dat is eigenlijk wat daartussen zit. Dus dat is ja, niet heel licht en ook niet heel donker. Dus wat er tussenin zit, kan je dan ook nog omhoog en omlaag schuiven. Dit wordt al snel heel erg ingewikkeld. En daarom zou ik je ook echt adviseren om in elk geval die video van Riske even te bekijken. En om eventjes de tutorial van DaVinci zelf over kleurbewerken te kijken. Maar het is goed om te weten dat je hier in elk geval heel simpel je contrast kan aanpassen. Dus iets meer contrast kan toevoegen. En als je kleuren niet helemaal lekker zijn, dat je ze wat meer kan tot leven kan laten komen. Door bijvoorbeeld de saturation wat omhoog te zetten. Het laatste wat ik hier trouwens even wil laten zien is, mocht je nou denken, ik wil even het verschil zien tussen hoe het aan het begin was en wat ik er nu allemaal mee gedaan heb. Dan kan je hier bovenin op dit knopje, Bypass Color Grades en Fusion Effects, aanklikken. Met dat je dat aanklikt, dan zie je, dit was het shot dat het was. En dan gaat hij aan. Dit is het shot wat het geworden is. Nou moet ik zeggen dat ik gewoon per ongeluk wat aan het rotzooi was. Het is nog niet perfect, maar het ziet er beter uit dan het was. Het is minder grijzig. Goed, op het moment dat je nu denkt, ja,
dit is het. De kleuren staan goed, de muziek zit goed, het logo zit erachter. Ik ben helemaal blij. Dan ga je hier naar de laatste modus, namelijk deliver. Dan ga je hem zo de ruimte in schieten. En dan zie je weer een nieuw scherm. DaVinci geeft de hele tijd prachtige nieuwe schermen. In dit scherm heb je dus alle opties die je nodig hebt om uiteindelijk je video goed de wereld in te sturen. Je ziet verschillende dingen. Je ziet hier weer de kleurbewerking. Je ziet dat we dit shot kleurbewerkt hebben en deze twee niet. Je ziet hieronder de tijdlijn, waarin je dus ook kan aangeven, dat is wel even goed om te weten, wat je allemaal wilt exporteren. In dit geval had ik eventjes de muziek kunnen afknippen. Maar nu is alles geselecteerd. Dus nu exporteert hij straks ook al die muziek. Als ik dat niet wil, kan ik hier bovenin ook eventjes op I klikken en op O. En dan heeft hij alleen dit stuk hier geselecteerd. En dan doet hij het maar tot daar. Hierbovenin kan ik zeggen file name, proefje Amerika, location. Nou, zet hem straks maar eventjes gewoon op de bureaublad, desktop. Prima. En dan kun je dus allemaal, allemaal instellingen kiezen om hem mee te exporteren. We hebben een hele video gemaakt over exporteren, waar je op moet letten, wat alles betekent. Dus kijk die zeker eventjes als je daar meer informatie over wil. Voor nu denk ik, joh, doe het gewoon even makkelijk. Ik klik gewoon hierbovenin op YouTube en dan zeg ik prima, exporteer maar voor YouTube en dan add to render queue. Dan gaat hij dus nog niet exporteren, dan zet hij hem alleen nog maar in een lijstje om geëxporteerd te worden. Dat is hier aan de zijkant. En op het moment dat je dan hieronder op start render klikt, dan gaat hij door de video heen en dan gaat hij, alles aan elkaar plakken, knutselen, de audio lekker over laten lopen. Alles wat je hem hebt gezegd dat hij moest doen, dat gaat hij nu doen. En dan uiteindelijk zegt hij, alsjeblieft, hier is je video. En er wordt ons vaak gevraagd, kan je laten zien wat je gemaakt hebt? Maar ik heb echt niks gemaakt nu. Het is een beetje een zootje wat ik geproduceerd heb. Dus dat ga ik je niet laten zien. Ik hoop wel dat je heel veel hebt gehad aan deze video. Mocht je nog vragen hebben, stel ze zeker eventjes hier beneden in de comments. Met de kleine opmerking daarbij dat wij dus niet standaard in DaVinci werken. Dus dat het ook kan dat wij het antwoord niet weten. Zeker niet op dingen die misgaan of errors of zo. Ik bedoel, dat doen montageprogramma's. Je bent echt niet de enige die er last van heeft. En dat is heel vervelend. Maar ja, dat zijn waarschijnlijk ook dingen waar wij niet eerder tegen aangelopen zijn, waarbij we je wellicht niet kunnen helpen. Maar weet je, je kan het altijd proberen en voor hetzelfde geld krijg je gewoon een antwoord op je vraag. Dus, veel succes en vooral veel plezier met het monteren in DaVinci.